staan hier bij een natuurbouwkast, een zogenaamde topbar hive. Hier heb ik 5 dagen geleden een koningin ingehangen en een moerloos volk in afgeslagen. Ik ben benieuwd of ze zijn gaan bouwen en of ze de koningin hebben aangenomen. Ik zie geen stuifmeel binnenkomen, ik zie ook weinig vliegverkeer, wel wat. Ik ben benieuwd. Hier zie je het plakbandje waarin ik het kooitje heb bevestigd waar de koningin aan hangt. Nou, eens kijken of de bijen zijn begonnen met bouwen. Of überhaupt activiteiten zijn. Nou, de bijen hangen mooi aan een tros aan de bovenkant. Dus dat vind ik een goed teken. Dat de bijen hier ook best wel rustig zitten. Zo hangen de bijen dan aan trosjes aan de toplatten. De natuurbouwkast, daar geef je alleen toplatten met een beginstukje. En ja, de bijen zijn aan het bouwen. We zien het prachtig eerste bouwwerkje van de bijen. Tenminste, het eerste latje met een bouwwerkje is niet het eerste. Ze beginnen natuurlijk in de buurt van de koningin. Aanschuiven. Een plekje zo min mogelijk bijen. Hier zie ik ook bijen trouwens met stuifmeel lopen, dus er komt wel wat binnen. Ik schuif even 2 latten op. Daar zit natuurlijk ook allemaal bouw aan. Dus dit is de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde raam met bouw. Daar zien we al een groter oppervlakte wat bebouwd is. Ik ga heel voorzichtig kijken of ik daar wat kan zien. En dat zie ik nog niet. Voer zie ik daar wel. En eitjes. Dan hoop ik dat de koningin is aangenomen. Nou, je ziet verschillende bouwtroepen aan het werk, hè? Dus 3 bouwtroepjes. Dat ziet er positief uit, dat doen gezonde volken. En daar zie ik ook de koningin lopen. Rood gemarkeerd. Deze laat ik even iets dichterbij zien. Heel risicovol. Prachtig gebouwd raad. Het raad ga ik ook nog opmeten voordat de kast teruggaat. Even kijken of ik hier dan ook eitjes zie. Ja, hier zie ik ook eitjes, dus de koningin is aan de leg. Dus dit lijkt succesvol. Dit is de tweede natuurbouwkast die ik dit jaar vul voor iemand. Ik gebruik ze zelf nog niet, dit soort type kasten. Er zijn imkers die vragen me dan om zo'n kast te vullen. Nou, hier zie je de constructie zoals ik die bedacht had. Laat ik ook even dichterbij zien. De constructie zoals ik die bedacht had. Dus ik heb een plakbandje gemaakt aan een kooitje. Dat is een uitvreetkooitje, die is aan de onderkant open. Daar kunnen de bijen het suiker wat hier zit, een soort suikerslot, kunnen ze het suiker wegvreten. De koningin had hier ook wel doorheen gekund, denk ik. Maar dan moeten ze nog steeds het suiker wegvreten. En dat geeft de bijen de gelegenheid om even aan die koningin te wennen. Dat is een leggende koningin, die wordt meestal wel geaccepteerd. Dan wordt het raad echt steviger. Kijk, heel even. Uit. Ik doe er niks aan, corrigeer het niet. Prima. Zo. Opschuiven. Even aan de kant gaan, kunnen jullie het ook zien.
even korte blazen. Gaan die bijen naar beneden. Dan kun je die ramen goed tegen elkaar aanschuiven zonder dat je bijen kletst. Oké, dan kijk ik nog even of dat voldoende voedsel is en anders voer ik ze nog een beetje. Volledig op. Het gras is nog een beetje nat. Ik ga het gras in gooien dat ze niet verzuiven, maar ik geef ze toch even een slokje bij. Nou, dat kost veel energie. Zo. Ja, kunnen ze weer goed verder bouwen. Ik denk nog een week of drie, dan is dit volk zover dat het verhuisd kan worden. Dus, maar in de basis ziet dit er goed uit. Ah, hier hebben ze een heel klein stukje natuurbouw gemaakt aan het dak. Omdat hier een opening zit, waar het voerbakje staat. Dat haal ik even weg. Dan moet je ook echt alle beginnetjes weghalen, anders bouwen ze daar net zo hard weer verder. Dus is echt al het was te verwijderen. Want nu ze eenmaal daar flink aan het bouwen zijn, zullen ze dit niet meer zo snel doen. Zo. Nou, succes bijtjes. Hoppakee.